Goedemorgen, ik sta hier met Poco. Hier is de vrachtwagen. Ik ben even aan het wachten op papa, want ik ga Poco op de vrachtwagen zetten. Ach, ongeduld. En dan gaan wij naar de vijfsprong om te crossen. Poco niet bij die brandnetel. Papa is nog wel even bezig met iets regelen, want er is geen waterdruk voor het vullen van de waterbakken. Maar in ieder geval, wij gaan naar de vijfsprong. Want wij gaan crossen. Lekker een trainingtje. Gewoon alleen ik. Even lekker oefenen. Want over 2 weken hebben we onze eerste cross van het jaar. Dus dan wil ik wel iets van voorbereiding hebben gedaan. Poco is er niet helemaal mee eens dat ze moet wachten. Maar dat is haar probleem. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaat doen, want we hebben al heel lang niet gecrossed. Maar volgens mij is crossen iets wat Poco nooit verleert. Dat vindt ze zo leuk. Ga even kijken met de waterhindernissen en afsprongetjes en wat dingen die ik wat spannender vind. Zodat ik met vertrouwen kan beginnen aan het seizoen. Oké, we zijn aangekomen in het bos hier bij de vijfsprong. Ik heb Poco's staart even geborsteld. Ik ga er nu... er stiften in draaien. Ik zat nog een beetje te twijfelen of ik wel of niet stiften in zou doen. Maar ja, ik kan het beter wel gewoon doen in plaats van niet. Dus dat ga ik nu even doen, zo'n mooie tijd. Ik hoop dat ze een beetje braaf blijft staan. Maar volgens mij wel. Heb je er ook zin in? Ik wel. Ik ben ook al zenuwachtig. Ik vind het echt eng. Zo lang niet gecrossed. En dan vind ik het altijd vind ik het dan eng. De eerste keer van het seizoen, maar ja. Het gaat vast helemaal goed komen. Ze loopt echt super lekker. Ik denk dat we wel naar achter kunnen gaan naar dat rondje. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Opletten. Goed zo. Oh.
Oh. Goed zo. Oké, Sjoak, hier overheen moet je. Goed zo. Goed zo. Heel goed. Ja. Een grekkenbon. Goed zo. Wow, hier zachtjes voor. Goed zo. Oké, gaan we deze kant op. Goed zo. Ja. Ja, goed zo. Oh.
Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo, meid. Maken. Uit eraf. Wow. Wat moeilijk. Goed zo. Goed zo.
Dat was iets te veel tempo. Ik kom een keer terug. Ja, goed zo. Oh. Ja. Wat is dit? Nou, ze staat weer op de wei. Lekker op het gras. En ik zal even vertellen wat ik er vandaag van vond. Ik vond dat Poco het echt super goed deed. Ze deed het echt heel goed. Aan het begin was ze nog een beetje... Ze dacht echt van, wat doe ik hier? Wat is dit allemaal? Toen vond ze het een beetje raar. Ging ze een beetje kijken. Maar toen na één hindernis zag ze, oh, dat is de bedoeling. En toen deed ze alles gewoon zoals het hoort. Dus daar was ik blij mee. En ook wat, ja, veel afsprongen geoefend. Nou, veel. Die heb ik geoefend. Deed ze super goed. Daar gaf ze me echt heel veel vertrouwen door. En ook wat smalletjes. Deed ze ook heel goed. Ik merk wel dat ze soms nog een beetje wiebelig is. En dan het is dat ze zo graag wil springen. En als ze een hindernis ziet, dat ze erop aantrekt. Maar ik mag er daar echt wel wat meer tussen mijn benen en mijn handen houden. Omdat we dan echt nog wel een beetje kunnen zwieberen. Maar nou, ze springt gewoon alles. Ze had geen één keer geweigerd. Ook het water deed ze allemaal heel goed. Ja, en het is echt met haar gewoon alle hindernissen. Gewoon alsof het niks is. Alsof het gewoon sprongetjes zijn van 50 centimeter. Ze springt alles zo makkelijk. Dus ik heb weer heel veel vertrouwen. En ja, dus dat is heel fijn. Want ik zag er best wel tegenop. Maar die eerste crossfitstrijd die eraan komt. Daar denk ik wel dat dat goed gaat komen. Nou, en ze was super braaf verder op de vrachtwagen. En met opzadelen, met afzadelen. Was ze hartstikke fijn. En op dat terrein daar, op de vijfsprong, daar lopen ook koeien. Dus we hadden er nu, volgens mij stonden er nu 2. En de hele tijd waren die best wel ver weg. Maar op een gegeven moment kwamen we toch wat dichterbij. En toen stond Poco te kijken van, wat is dat? Nou ja, dat ging ook goed gelukkig. Ze werd niet helemaal lijp. Ja, ze was gewoon super fijn.
En ja, ik heb eigenlijk helemaal niks te klagen.